De Nationale Loterij doet dromen. Al heeft ieder zo zijn eigen wens bij het winnen van de grote pot. Dan start ik mijn eigen CT-bedrijf. Ik koop een hoge cabrio en een schone ring voor mijn vrouw. Ik geef een concert. Met mijn man een mooie reis maken naar Canada. Wist je dat we dankzij jouw kleine inzet ook de dromen van verschillende organisaties kunnen waarmaken? Zoals die van Boven de Wolken. Maar dat is hier supergezellig ingericht. Met heel veel familiefoto's. Ja. Ik zie dat jullie prachtige kinderen hebben. Hoe heten ze? Ja, we hebben Soete, die is 6 jaar. En dan Gus wordt binnen 2 weken 1 jaar. En in 2019 is Billy geboren. Maar ja, zoals je kan zien op de foto's, hebben we daar helaas afscheid van moeten nemen. En wat is er gebeurd met Billy? Ze hebben eigenlijk tijdens de zwangerschap ontdekt, maar in een later stadium, dat er een hartafwijking was. En na 10 dagen heeft haar hartje het begeven. En hoe waren die eerste weken dan voor jullie na het overlijden van Billy? Ja, dat is zoiets. Ik heb geen knop om af te zetten om te zeggen van... Ja, we hadden het gevoel dat we met 4 waren en we hebben dat ook echt ervaren omdat we 10 dagen met haar hebben doorgebracht. Is dat heel moeilijk om dan dingen te gaan doen en om dan zo weer fysiek met 3 te zijn. Terwijl gevoelsmatig, ja, zit je wel heel hard bij 4. Je ziet het ook meteen als je binnenkomt, hè? Allemaal foto's van Billy, de naam van Billy. Ja, dat is eigenlijk door Boven de Wolken gebeurd. Ze zijn een organisatie dat wanneer dat je moet loslaten, dat zij eigenlijk dat moment dat ze dat gaan vastleggen. Dat is zoiets bij kinderen, er slingert van alles rond. Dus die zijn sowieso aanwezig. En bij een kindje dat er dan niet is, heb je daar precies ook zo'n nood aan dat er iets rondslingert, maar dan, ja. Dat is aanwezig. Ja, dat is aanwezig. Je bent zo hard met dat idee bezig, ja, ze is er niet meer, dat dat heel veel deugd doet, dat ze op dat moment alle organisatie uit de wanden nemen. De fotograaf die bij ons is gekomen, heeft dat eigenlijk heel goed gedaan. Die was heel vriendelijk. Die kwam toe en die zei eigenlijk, proficiat met jullie dochter. Een raar moment misschien, maar dat deed zoveel deugd. Mm-hmm. En daarna ging alles, ja, vanzelf. Ja. Mm-hmm. Ja. En hoe belangrijk is het dat Boven de Wolken bestaat? Ja, superbelangrijk, want zonder die foto's had dat toch veel moeilijker geweest. Dan hadden we alleen maar die foto's dat wij met de gsm in het ziekenhuis hadden genomen. Nu, dat is door professionele fotografen gedaan. Die foto's hadden wij zelf nooit kunnen nemen. De begrafenis was de dag nadien. Dat wij als gezin even zo'n intiem moment hadden dat wij samen afscheid konden nemen. En dat heeft het voor ons zo... Ja, de cirkel was rond daarmee. Ja.